Nou, het gaat hier weer stop. Vandaag is echt zo niet mijn dag. Oké, echt. Vandaag hou op schijt. Maar vandaag is sowieso echt een rare dag. Niks gaat zoals het moet. Nou, zoals ik al zei, niets gaat zoals het moet vandaag. Het is vrijdagochtend en we zijn ons aan het klaarmaken voor school. We zijn echt heel erg op tijd. Sarah die heeft de laatste tijd weer wat vroeger slapen ontdekt. Dat is nog niet heel vroeg, maar een stuk vroeger dan normaal. En dat gaat echt zoveel beter met opstaan. Ik heb daarentegen wel heel kort geslapen. Want sowieso heb ik al niet goed geslapen, maar ook waren we nog bezig met de kast. Dus ik ging ook iets later naar bed. Het is geen handige timing voor een hap. Maar ja, we waren bezig, dus vooruit. Maar goed, we zijn mooi op tijd. We moeten over 4 minuten weg. Dus even de laatste dingen in mijn tas. Dus de tas staat al klaar. En dan de fiets op. Oké, we zijn op school. Dus ik kan verder met de kast. Dit is vooral nu de achterplaat nog even vasttimmen en dan de laden in elkaar zetten en de inzetten. En de deurtjes. Dus zo raar, dit is gewoon spijkertjes. Echt, het is zo lang geleden dat ik ooit spijkertjes heb gebruikt. Een beetje uit de tijd voelt het. Kijk, die plank zit hier, maar dat is een andere plank. Goedemorgen, Natasja. Nou, het gaat hier weer stop. Ik wilde die kast dus afmaken. En toen kwam ik erachter dat bij de lades, daar is niks voor geboord. En het lastige natuurlijk met laden is, als je het er random in gaat zetten, als het 1 mm afwijkt, dan wil je laag gewoon niet lopen. Dus dat is echt heel rot. Toen dacht ik, nou, dan zet ik wel vast die laden in elkaar. Je hebt tegenwoordig dat systeem met een soort schroef, met zo'n plasticje en zo'n rondje en dan draai je het vast. Daar mist weer een set van. Dus echt, gisteren dat ging allemaal goed wat we aan het doen waren. En vandaag wat ik verder wil, ik loop aan alle kanten vast. Weet je, ik kan die beugels er niet in zetten, ik kan die la niet in elkaar zetten. Omdat er ook onderdelen van ontbreken. Top, echt. Dus ik ga er maar achteraan nu. Maar ik baal hiervan, want nu zit ik dus met een kast midden in mijn kamer. Een andere kast die leeg staat, spullen op tafel. En loop ik vast en kan ik het gewoon dus ook niet opruimen. En echt, waar kan ik niet tegen? Dit. Chaos. Oké, het gaat hier uiteraard allemaal weer niet zoals de bedoeling was. Maar na een hoop overleg en gedoe en alles gaat de kast terug. Ik ben er gewoon niet tevreden over. Ze hebben bijvoorbeeld in de achterplaat, normaal verwacht je bij een tv-kast dat daar een gat in zit. Voor kabels eventueel, maar dat zit er dus niet in. En dat betekent dus dat we dat erin moeten maken, maar die achterplaat is niet echt heel dik. Dus we hadden gisteren al zoiets, ja, daar gaat scheuren of wat dan ook. En dan zit je en dan is het eigen toedoen. Dan mis je natuurlijk onderdelen en we liepen nog meer tegen wat kleine dingetjes aan. Dus we hebben echt zoiets, ja, dit wordt het hem gewoon niet. Dus hij gaat terug. En dat betekent dus wel dat alles wat we in elkaar hebben zitten, nu weer uit elkaar moet. Dat heb ik wel goed overlegd, want ik heb heel duidelijk ook aangegeven dat we al tot zover waren met in elkaar zetten. Dus ik moet hem zo goed als het kan nu weer inpakken. Nou, die dozen, ja, om ze open te maken, scheuren gewoon heel die dozen. Ook allemaal netjes aangegeven. Nou, pak hem gewoon zo netjes mogelijk in. Maar daar ga ik dus nu mee aan de slag. Maar sommige dingen krijg ik echt niet los. En ik kan hem natuurlijk niet helemaal slopen om hem los te krijgen. Dat mag dus niet.
Dus ik denk dat ik doe wat ik nu kan doen. Maar die achterplaat, die wilde echt heel lastig uit. Hij wilde lastig in, maar hij wilde er ook lastig uit nu. Dus ik denk dat ik hem wel verder dan zo laat staan en het dan samen met Marco zo doe. Want ja, dit schiet gewoon niet op. En als ik hem kapot maak, dan heb ik dus wel een probleem. Oh, echt. Waarom kan het niet gewoon een keer gaan zoals het moet? Echt. Bouw je zo verschrikkelijk van. Echt niet normaal. Vandaag is echt zo niet mijn dag. Al die problemen met de kast, nou wel dan geregeld nu, maar ik moet het nog wel maar oplossen. En dan ga je naar de wc en dan doe je je rits dicht. Nou echt, top weer natuurlijk. Echt, dit is, gaat een leuke dag worden denk ik. God, hoe gaat hij nou weer doen? Hij is verder niet kapot. Hoe ik dit nou gedaan heb, ik heb echt geen idee. Ik deed hem dicht en hij ging niet dicht. Nou, echt, ik hoop niet dat de dag zo doorzet. Dan ga ik in mijn bed liggen en dan kom ik er niet meer uit. Echt. Ik ga een ander broek aantrekken. Ik ben er helemaal klaar mee. Nou, het is echt een verspilde ochtend geweest. Ik ben de hele tijd bezig geweest en ik heb letterlijk eigenlijk bijna niks voor elkaar gekregen. Dat is niet helemaal waar. Ik heb die discs die ik echt moest uitzoeken, die heb ik allemaal gedaan. Er zitten er alleen 3 bij. Dit moet ik op mijn computer uitzoeken. Dus die heb ik voor vanavond of morgen neergelegd. En alle dvd's die hadden we van de week uitgezocht. Dus die staan weer in de oude kast. En de discs die bewaard moeten blijven, die heb ik allemaal netjes in doosjes. Ook de opgeschreven wat erop staat. Dat vond ik ook wel handig. Dus dat is allemaal gedaan. Ik heb het gehaald, want ik moet ook echt naar school. Oh, is Marco. Hi. Oh, dit zijn echt die lekkere momentjes. Tussen de middag even knuffelen, hè? Ja. Zie je nou wat haar te doen? Ja. Dat is van mij. Hallo. Blijf er vanaf. Nou, ik je vast. Ik vertrouw je niet meer. Oké, echt. Vandaag hou op schuit. We hadden dus gezellig gegeten en alles. En ze heeft zeg maar deze rugzak met alle schoolspullen erin. Maar ze had de gymspullen, die ze dus nu zo nodig heeft, had ze er ook in gedaan. Dus ik wilde de tas eruit halen. Had ze een beker daar nog water in zat, maar die zat dus niet helemaal goed dicht. Dus die was gaan lekken. Dus deze tas is helemaal nat. Het is gelukkig water, maar toch. Maar die gymtas is ook helemaal nat. Dus ik ben net heel snel naar boven die kleding uitgehangen, nieuwe gepakt, andere tas gepakt. Dat ik echt denk, waarom? Echt, vandaag is gewoon echt één groot, big, epic, veel dag. Sarah is weer uit school. En ik ging met een jongetje ruilen en ik heb nu Tapulele. Ja, een nieuwe, hè? Die had je nog niet. En nu onderweg naar zwemles. En ik heb een fakert voor je goeie. Hey, en je hebt heel veel zin in je zwemles. Dat vind ik ook wel eens fijn, want heel vaak dan heb je er... En ik ben als tweede buiten. Je was heel snel uit ja, de gym. Ja, Chris was als eerste, hè? Ja, en jij daarna, dus ik wist niet waar we over kwamen. Maar er waren ook kindjes die normaal snel zijn die langzaam waren en het was ja, vandaag... Ja, bijvoorbeeld en nou. Ja, maar het was wel grappig. Het was een beetje een omgedraaide wereld, maar vandaag is sowieso echt een rare dag. Niks gaat zoals het moet. Ja, nou, dat ik op tijd ben. Dus, nee, maar echt niks gaat zoals het moet. Of zoals het normaal is. En de gymjuffrouw zei dat ik per se mijn jas aan moest. Oh ja, nou dan doe je dat even en dan vraag je bij mij of die uit mag. Nou, ga je zo lekker zwemmen en dan kunnen we daarna... Daarna kan ik... Nou, zoals ik al zei, niets gaat zoals het moet vandaag. Zij moet dus naar zwemles. En we staan al echt ruim een kwartier vast. En de les begint, even kijken, over 4 minuten ondertussen. Nou, dat is het sowieso nog rijden en we staan nog stil. Oh, wacht, daar gaat het wel weer rijden, daar. Dan duurt het nog even een paar minuten. Voor we ook kunnen rijden. Dus wij gaan ongeveer beginnen met rijden als jouw les begint. Nou, echt. Echt, ik had echt vanochtend gewoon ons overal ziek moeten melden, volgens mij. En gewoon in bed moeten blijven liggen. Want het gaat gewoon nergens over vandaag. Dan hoop ik dat je nog wel mijn kleren kan zwemmen.
Maar je hebt ook kans dat de andere kinderen klaar zijn eerder we aankomen. Hé, als moet ik me vragen of jij het met kleding mag proberen dan. Het waait aardig hard. Ze praat hard, maar ik weet nog steeds niet of jullie me horen. Nou, ze ging 3 minuten voor of na de les begon naar binnen. Maar ja, ze moet zich ook nog omkleden. Dat mag officieel natuurlijk niet, maar we hebben dat kunnen regelen. Maar we komen gelijk uit school. Ja, ik heb geen optie. Ik kan niet eerder weg of sneller rijden. Ik moet het doen met wat ik krijg. Er is vandaag eindelijk weer kijkles en dat vind ik zo leuk. Maar dan moet ik ook 10 minuten eerder terug zijn. Dus ik heb echt wel geteld 1 kwartier om even snel naar een winkel te rennen waar ik naartoe moest. En dat was het. Dus even echt tempo erin. Ah, ik heb het gehaald. Ik had kijkles. Alleen, het was wel heel jammer. Want ja, je hebt zeg maar een stukje waar je dan kan zitten. Maar precies waar zij zwemt, dat stuk van het zwembad zie je dan bijna niet. Maar wel een praatje daarna met de meester kunnen houden. En zal ik zeggen wat de meester zei? Ja. Dat je heel erg goed vooruit aan het gaan bent. Hé. Hey. Books. En weet je wat ik voor jou heb? Kijk maar in mijn tas. Iets wat je bijna niet had. Een nieuwe drinkbeker. Voor op school met een tuitje. Oh. Dus die mag op je tafel. Dus zij had een bidon. Dus, ja, doe maar niet. Ik wil hem eerst even schoonmaken. Je weet niet wie er aan heeft gezeten. Die mogen ze op tafel tijdens de les. Dan kunnen ze tussendoor water drinken. En ik heb nu van mijn pal. Dus het zit tussen een drinkbeker en een bidon in. Dus, vind je hem leuk? Ja. Ja, want die andere die is kapot gegaan, hè? Ja. Dat rubbertje, want dan trekt ze het met de tanden uit en dan gaat kapot. Alsjeblieft, dame. Dan snel naar huis, lekker eten. Is dat... Maar mama, waarom zei je dat het niet zo was? We moeten trouwens even kijken. Ik luister zo naar je vraag. Maar we hebben die sticker op je paarse beker, toch? Ja. Volgens mij ligt er in dat postvakje met papier van jou nog zo'n sticker. Dan kunnen we dat ook op deze doen. Want dat is wel leuker dan met een stift lelijk je naam erop schrijven, toch? Ja. Dus dan moeten we even zo meteen kijken. Ja, er ligt nog één. Ja. Dat weet ik. Nou, dan gaan we die er zo even mooi op plakken. Is dat een goed idee? Ja. Oké, box. Broekie. Ah, een kusje. En we gaan gelijk lekker pasta Toscane eten. Yummy. Lekker hè? Ja. Na het eten zijn we hier nog even bezig geweest. Marco heeft die achterplaat al uit de kast gehaald. Maar toen moest ze nog even wat dingetjes met een vriend regelen. Dus dat is er nu aan doen. Ik heb nog een hele soort strijk gedaan. En was klaargezet. En allemaal dat soort niet boeiende dingen. Zelle ligt op bed. En aangezien ik nog alleen ben, dacht ik, nou, gelijk even mijn edits. Gisteren heb ik het ook niet helemaal afgekregen. Dus even vandaag 1,5 vlog doen. Oh, ik ben zo moe. Echt, ja. Het is gewoon niet mijn dag geweest. En ik vind ook altijd, als je dat soort dagen hebt, dat het altijd net wat meer nog tegenwerkt of zo. Het trekt energie uit je. Echt stom, want we hebben natuurlijk, nou ja, ondertussen wel weer, oh, heb ik 3 uur geleden gegeten. Nee, wat zeg ik, 2 uur. Iets meer dan 2 uur. Want het is nu 8:10. En we hebben iets voor 6 uur gegeten. Maar ik heb echt weer honger. Zo dus. Ja, ik ga even wat eten maken, denk ik, erbij. Want ik kan dat echt wel gebruiken. Terwijl ik heb echt best wel veel gegeten. Marco had niet zo heel veel trek. Sarah heeft gewoon normaal gegeten. En ik heb alle rest opgegeten. Dus ik heb best wel veel op. Ik heb lekker rijstwafels met pindakaas gemaakt. En wel de pindakaas van de BioPlus. Want dat is de allerlekkerste pindakaas. Ik zit op de bank en dat, nee, dat zie je zo niet. Met allemaal bodemplaten. Maar die hebben we even zo gelegd. Oh, ik blijf gaan. Omdat we ze niet echt makkelijk ergens anders kunnen leggen. Dus dan was dit even de beste optie. Als het goed is gaat hij de rest van de kast nog uit elkaar halen. Dus dan kunnen we er een groot pakket van maken. En dan zou het, als het goed is, zou ik
uiterlijk dinsdagochtend wat gehoord moet hebben voor te ophalen. En anders moest ik even terugbellen erachteraan. Dus ben benieuwd. Maar dan is dat grote pakket in ieder geval weg. En we zaten echt te denken, ja, gaan we nog een ander meubel nu zoeken? En toen had ik echt zoiets van, nou ja, weet je, ik wil aan de ene kant wel echt heel graag. Maar aan de andere kant, weet je, dit was nu leuk, maar dit kwam bij toeval op ons pad, dit meubel. Nou, dat viel zo tegen. Eerst de verjaardag en dan gaan we verder kijken. Ik ben even klaar mee voor nu. Marco heeft net al een stuk van de kast ingepakt. Maar we gaan morgen verder. Het maakt heel veel herrie. En ik had ook geen zin meer. Het was heel stom. Want had een grote doos meegenomen en er omheen gevouwen. In ieder geval, daar heb ik mee geholpen. Dus toen wilde ik hem dichtplakken. Toen kwam hij erachter dat de tape nog in de auto lag. Dus dat was niet zo handig. Dus ik op die doos uitgebreid gaan zitten. Wachten tot hij dat had gehaald. Maar we hadden echt zoiets, het zit nu net vast. Dus we gaan het echt niet nu loslaten. Maar goed, we gaan nu even tv kijken. We gaan eindelijk verder met Dark. Dat lukte elke keer niet om te kijken. Dus we gaan nu even een stukje verder kijken. Dat was weer even leuk. Een tijdje geleden dat we hebben gekeken, dus het was wel weer een beetje inkomen. Maar goed, wij gaan nu lekker slapen. Marco is net al naar boven gegaan. Ik heb de kamer nog even rechtgetrokken. Enigszins. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneer hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!